De rode zakdoek is op vakantie. Door de harde wind waait de rode zakdoek uit de hangmat. Hij komt terecht op de rug van de vis. Er komt een vogel voorbij en ziet de rode zakdoek. Hij pakt hem op met zijn snavel. De vogel laat de zakdoek vallen. Hij komt terecht tussen de mooie bloemen. De wind neemt de rode zakdoek weer mee naar een boerderij in het bos. De boer is erg blij met de rode zakdoek en laat hem gauw binnen.